Hallo iedereen, welkom bij de eerste aflevering van de Vechtersreis podcast. Ik ben Bastiaan. En ik ben Elise. En vandaag gaan we het hebben over wedstrijdzenuwen, competitieangst. En wat daar een beetje bij komt kijken. Ja. Want met wedstrijden qua ervaring, binnenkort heb je een BJJ toernooi. Ja, inderdaad. En hoe zie je dat voor je? Hoe gaat dat nu? Nou, ik kan je wel zeggen dat ik best wel flink zenuwachtig ben. Nu al? Nu al, ja. Hij is over 3 weken. Dat is mijn derde competitie. Als white belt. Ik ben, een white belt met 2 hardverdiende strepen. Waar ik echt ontzettend trots op ben. Goed zo. Maar ja, derde competitie. Uh-huh. Je zou zeggen dat zenuwen op een gegeven moment, ja, weet je, je hebt het al een keer gezien. Je weet hoe zoiets in elkaar zit. Je weet hoe het gaat. Je weet ook dat je zenuwachtig wordt. Dus je zou zeggen van, misschien maakt dat je juist minder zenuwachtig van tevoren. Maar goed, het hangt misschien met heel veel dingen samen. Weet je, je wilt goed doen. Je werkt naar een bepaald doel toe. Ja. Je wil, ja, je wil gewoon doen wat je voor ogen hebt. En dat maakt het een soort van spannend. Ja, het is, maar is er dan in jouw geval heel veel angst om te falen? Of is het meer van druk voor jezelf dat je wilt presteren? Zit je echt met die winst en verlies in je hoofd? Of is het meer van, nee, ik ben hier hard voor aan het trainen. Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. Ja, ik denk dat ik niet echt heel, tuurlijk, ja. Tuurlijk, je gaat naar een competitie om te winnen. Mogen dat duidelijk zijn? Het is niet ja, dat tuurlijk, ik denk tuurlijk. Van, lekker, ik ga daarheen en ik ga voor zilver. Ja. Dat niet. Maar ja, ik weet niet, ik vind het gewoon wel wat, zo'n competitie. Ik vind het gewoon best wel een happening of zo. Dat ik denk van, ja, je moet wel inderdaad laten zien wat je geoefend hebt. Je moet wel een beetje, je moet wel op je best zijn op dat moment. Ja, nee, fair. Ja, ik heb wel dat ik zelf met MMA partijen, ik heb onderhand 6 gedraaid met MMA. En het verschil tussen de eerste en de zesde was wel aanwezig, zeg maar. Je leert jezelf kennen op een andere manier. Zeg maar, het is, voor mij was het sowieso aan de eerste keer was de zenuwen was niet een enorme factor. Zeg maar, voor de partij zelf. Ik had het meer naar de partij, bijvoorbeeld toen ik naar de ring toe liep. Toen had ik wel zenuwen. Toen had ik wel spanning. Maar ik ken mensen die hebben echt weken van tevoren al druk op hun. Veel spanning, heel veel zenuwen. Maken zich enorm druk. Dat had ik dan weer niet. Dat is wel het grappige. Want bijvoorbeeld, jij zegt dat het is nog niet aan het afnemen. Zover ik begrepen heb. Maar bij mij was dat dan weer wel. Na elke partij had ik een beetje minder zenuwen. Het was er nog wel tot een zekere hoogte. Maar ik was er meer comfortabel mee. Misschien waren de zenuwen niet per se weg. Maar ik leerde het beter te handelen. Laten we het daarop houden. Merk je dat met die laatste paar competities dat het wel al ietsje verandert? Of dat je jezelf beter kent daarin? Of dat ook niet? Ja, tenminste is die onwetendheid wel weg. Van die eerste competitie dan is het gewoon van, je hebt geen idee wat je aan het doen bent. En wat je te wachten staat. En je weet ook niet hoe goed andere mensen zijn. Ja. En dat vond ik aan het begin wel spannend. En dat scheelt nu wel. Dat ik weet wat het niveau ongeveer is. En het niveau is ongeveer hetzelfde als jouw eigen niveau. Dus dat zou al een soort van geruststelling moeten zijn. Ja. Maar je kan daar een game op bouwen. En dat vind ik wel prettiger dan voorheen. Dat het gewoon, oké, je wordt gewoon in het diepe gegooid. Ja. Je wordt gewoon aangemeld. Ja, ja, ja. Even voor alle duidelijkheid. Ja, het was bij Elise de eerste keer was het zeg maar van niet mijn eigen keus. Ja, jij hebt mij aangemeld. Ja, jij hebt mij ingeschreven. Jij hebt gezegd, volgens mij wordt het tijd dat jij competitie gaat draaien. Ja. Nou, en ik dacht van, alsjeblieft niet. Ik vond het doodeng. Ja, ja. Uiteindelijk. Nee, tuurlijk. Uiteindelijk is het goed gekomen en heb je het ook gewoon goed gedaan. Maar dat is het ook wel. Heel veel mensen zijn een beetje bang voor die confrontatie. Want je leert jezelf ook kennen. Ik denk dat de grootste angst is voor mensen.
En ook wel de grootste waarheid voor heel veel mensen is: heb je wel goed genoeg je best gedaan? Want iedereen werkt met je naar de competitie. Iedereen is bij je met de competitie. Maar terwijl je doet, ben je alleen. Ja. Dus als jij niet je werk hebt gedaan, dan denk ik dat je ook dat wel gaat voelen in je zenuwen. Ik denk als jij redelijk zenuwachtig, maar toch ontspannen bent, dat je wel het vertrouwen in jezelf hebt qua van, hey, ik heb de werk erin gedaan. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb getraind zoveel ik kon, met toch nog rust. Ik ben ontwikkeld. Ik heb geleerd van mijn vorige fouten. Maar ja, als je op hetzelfde niveau blijft en je conditie is gewoon bagger en je wordt overal links en rechts gegooid, getikt, gesweept en weet ik veel, en je leert er niks van, ik denk dat je dan wel anders in een competitie gaat. Zeker als je al een competitie hebt gehad. Kijk, de eerste keer is het onwetend of je het nou goed doet in training of niet. Het blijft onwetend. Maar ja, als vervolgens je dan geen werker inzet, ja, dan denk ik wel dat het in kan hakken. Ja. Nou ja, jij bent sowieso niet iemand die zich niet voorbereidt voor een competitie of voor een partij. Maar merk jij verschil in zenuwen tussen een MMA-partij en een BJJ-competitie? Ja, zeker. Zeker. Kijk, het is en blijft een vechtsport. En je staat 1-1. Dus in dat opzicht blijft het wel spannend. Want ja, je bent gewoon een bepaalde vechtsport te beoefenen. Je kan elkaar schade brengen. Je kan dominanter zijn. Je kan winnen. Je kan verliezen. Winst en verlies in elke sport maakt iets als zenuwachtig. Daar kan je al zenuwachtig van worden en maakt het al spannend. Maar helemaal omdat je in een contactsport zit en je eigenlijk bezig bent met elkaar, ja, hoe noem je dat? Zeg maar, zonder schade te verwonden. Heel gek klinkt dat misschien, maar je probeert vechttechnieken uit op elkaar. En je wilt daar de beste in zijn. Dus dat is ook wel misschien een achterliggende gedachte wat vaak vechtsport nog spannender maakt. En door dat, omdat MMA dan ook nog stoten, trappen en dergelijke heeft, maakt het dat BJJ-competities voor mij minder spannend zijn. Ja. Er is nog wel zenuwen, maar niet dat ik denk, oh oké, okay, ik moet hier vol gas voor gaan. Omdat MMA ook mijn prioriteit is. Dus ik neem BJJ tussen haakjes minder serieus. Competitiegericht. Maar ik kan me voorstellen, voor jou bijvoorbeeld, BJJ is je hoofdsport. Ja. Dat het dan veel meer van je vraagt, mentaal en fysiek. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik moet er in ieder geval niet aan denken om naar een ring te lopen. Nee, okay. Ik zie mezelf echt geen MMA-partij vechten. Zeker als het gaat om zenuwen. Ja. Ik denk van, hoe zenuwachtig ben ik dat ik een sportcentrum in Almere binnenloop waar niemand op uit is om mij pijn te doen in principe. Kijk, natuurlijk, je hebt submissions wat wel pijn kan doen en mensen zetten het misschien hard aan. Maar ik weet van, nou, ik kom daar gewoon heel uit weer uit. Of die kans is wel echt heel groot. Ja. Zeker tegenover white belts. Niet lelijk tegen white belts, maar je bent er zelf ook nog een. Je kan makkelijker ontsnappen uit submissions die white belts bij je doen. Ja, ja. En andersom, zij kunnen makkelijker uit mijn submissions ontsnappen dan wanneer jij ze een armbar geeft. Als purple belt. Ja. Dus, ja. Wat vroeg je ook weer? Dat zeg maar, de angst van dat iemand vechttechniek op je beoefent en omdat BJJ je hoofdsport is, dat het ook best wel zenuwslopend kan zijn. Of zie je dat niet een correlatie daartussen? Ja, ik denk dat het inderdaad wat je zegt erom gaat hoeveel je ergens in investeert. We investeren allebei best wel veel in de vechtsport. Jij wel echt een stuk meer dan ik. Jij hebt echt voor gekozen om echt je leven van te maken. Voor mij is het wel echt meer een hobby. Ja. Maar het is wel echt de hobby. Het is wel echt mijn hobby. Zo, ik ben wel obsessed ook. Ja, ja, ja. Dus als je ergens heel veel omgeeft en iets heel leuk vindt en ergens heel erg aan toegewijd bent, dan is het eigenlijk ook logisch dat je zenuwachtig bent. Op het moment suprem, weet je, op het moment dat je moet laten zien waar je aan hebt gewerkt al die tijd. Ja.
Maar je zegt van dat je eigenlijk van tevoren minder zenuwachtig bent. Ja, ja, klopt. Tijdens de voorbereidingen. Ja, het is. En dat is misschien wel vreemd. Mijn eerste partij heeft daar heel erg in geholpen. Sowieso twijfelde ik, is het normaal dat ik zo weinig zenuwen heb? Maar ik heb over tijd als coach zijn, maar ook als vechter zijn geleerd, iedereen is anders. Sommige mensen die beginnen bijna te janken van zenuwen. Dus... Dat kan me echt voorstellen. Ja, nee, maar weet je, daar is niks mis mee. Als dat even nodig is, of jouw lichaam heeft dat nodig, en uiteindelijk doe je het goed, who cares? Je doet je ding. Maar ja, in mijn geval, ik was altijd heel rustig. Bij mijn eerste partij heb ik geloof ik, omdat het... Ik was eerst een van de eerste partijen, en daarna een van de laatste partijen. Nou, je zou denken dat dat extra zenuwen opbrengt. Ik ging lekker slapen met een handdoek over mijn hoofd. Ik maakte me niet echt super druk. Ik dacht, ik moet toch vechten. Ik krijg klappen. Het gaat gebeuren. Ik kan nu niet wegrennen of zo. Dus ik moet wel. Dus dat raar genoeg kalmeerde mij heel erg. Was dat je tweede partij? Nee, dat was mijn eerste partij. Mijn eerste partij. Dat was de mindset een beetje bij mijn eerste partij. En vervolgens, waarom dat heel erg geholpen heeft... Dat liet mij zien omdat ik toen redelijk goed presteerde. Voor mijn kennende toen. Voor mijn kunnen. Zag ik van, hey, ik kan gewoon mezelf zijn en er is niks aan de hand. Ik hoef niet een vechter uit te hangen. Ik hoef niet te doen alsof ik heel zenuwachtig ben. Ik hoef geen overdreven zenuwen 3 maanden van tevoren te hebben. Mensen thuis, we back in the air. Ja. Nee, maar dus voor mijn eerste partij, het stelde me heel gerust dat ik mezelf kon zijn. Ik hoefde niet iemand na te doen, ik hoefde niet... Heel veel zenuwen te voelen. Ik dacht, ik ben een beetje een buitenbeentje. Ben ik wel een vechter dan? Weet je, hoort dit wel? Ik heb dit nooit eerder gehoord. Maar ja, als ik gewoon kalm bleef. En dat merkte ik ook in de ring. Raar genoeg is het een van de weinige plekken dat ik me echt thuis voel. Als in, ik kan alles om me loslaten. Want ik ben vaak heel veel met anderen bezig. Of dan met trainen is om het uit te kijken dat ik niemand blesseer. Of dat ik iemand anders probeer te helpen. En ook al ben ik natuurlijk mijn eigen focus. Maar in de ring mag ik dat allemaal loslaten. Ik kan gewoon mijn ding doen. Ik kan doen waar ik voor gemaakt ben. Waar ik in geloof en waar ik in vertrouw. En dat is in mezelf die aan het vechten is. Ja. Dat zorgt ervoor dat ik heel kalm ben. En dat zie je ook daarmee ben ik wel terug in hoe ik vecht. Go with my flow. I go with my flow. Simpel. Ja, nou ik vond het eigenlijk ook wel bizar om te zien. Die laatste partij. Ja. Was ik er een klein beetje bij terwijl je daar naartoe aan het werken was. Ja. En ik was super zenuwachtig. Mm-hmm. Want ik wist ook helemaal niet, ik had 1 keer eerder was ik naar zo'n event geweest. Ja. Had ik een aantal partijen gezien. Ook mensen van onze gym, dus ik wist wel van hoe het te werk ging. En toen had ik al zoiets van, wow, waar ben ik in beland? Een soort van gladiator. Mm. De Romeinse spelen-achtige situaties. Dus ik wist wel van, oké, het gaat er heftig aan toe. Dus ja. Ik was voor mezelf of voor jou eigenlijk heel zenuwachtig. Mm. Maar het is heel raar om te merken dat jij dat dan totaal niet hebt. Ja, maar ja, dat komt denk ik ook omdat ik zelf weet wat voor werker ik erin heb gezet. Zeg maar, ik denk meer uit beschermingsperspectief dat je heel zenuwachtig was. Maar in mijn gevoel had ik zoiets van, hey, ik heb al mijn werk erin gezet. En ik sta er ook zo in, weet je. Als ik al mijn dingen gedaan heb die ik moest doen en het is niet goed genoeg, so be it. Ja. Meer kan ik niet. Dus, ja, ik vind, en dat is ook wel iets, heel veel mensen nemen nooit genoegen met wat ze gedaan hebben. En dan blijven ze extreem zenuwachtig. Omdat ze dan zo onzeker zijn van, heb ik nou wel genoeg gedaan? En dat is ook zeker een advies voor nieuwe vechters, nieuwe competitors, vanaf mijn kant. Van ja, weet je, probeer gewoon zoveel mogelijk te doen binnen wat je kan. Dus als jij van 9 tot 5, 5 keer in de week werkt, en je wilt ook nog een beetje sociaal leven hebben. Dat is niet erg. Je hoeft niet een fulltime competitor of ook fulltime training te volgen. We hebben genoeg mensen op onze gym die voor BJ bijvoorbeeld 2-3 keer in de week trainen. En af en toe als ze een competitie hebben, dan maken ze er 4 keer van.
Of dan doen ze thuis een extra krachtconditie dagje. Je kan best wel flexibel daaromheen werken. En zeker als beginnend practitioner is dat oké. Dan heb je ook mensen tegenover je die dat vaak hebben. Tuurlijk, je hebt sommige freaks of nature. Ja, dat ga je ook meemaken. Maar ook dat geeft je weer inzichten. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker consistent trainen. En misschien duurt het wat langer, maar op lange termijn, dan ben je wel ready voor een competitie. Maar blijf gewoon trainen. Heb jij dan, omdat jij nog wat nieuwer bent in competitions, heb jij nog een beetje advies? Wat voor jou gewerkt heeft, of misschien voor anderen gaat werken, wat jou geruststelde? Ja, ik vind het heel lastig om iemand advies te geven over iets waar ik vooral zelf heel veel advies over nodig heb. Ja. Of het gevoel heb van, oké, mensen, geef me alsjeblieft advies, want ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ja. Of wat is een advies dat je gekregen hebt dat jou heel veel geholpen heeft? Misschien is dat wel iets. Zo, dan vraag je me wat. Ja, mijn tweede competitie, de vorige. Volgens mij zei jij dat tegen me. Op het moment dat ik echt... En het was zo benauwd daar. En ik was zo nerveus. En je zit ook je tegenstanders aan te gapen. En dan probeer je niet te kijken. Maar je zit iemand helemaal te observeren van... Hoe zwaar ziet iemand eruit? Hoe sterk ziet iemand eruit? Hoe confident ziet iemand eruit? Mm. Is die persoon zekerder van zijn zaak dan ik? Dat is ook iets waar je super onzeker van kan worden. Ja. Je probeert zelf een soort van... lauw over te komen van... weet je, want je wil je ook niet laten kennen. En dat is een heel raar proces van tevoren. Terwijl je dus nadat je dan die match hebt gedaan... opeens soort van beste vriendinnen bent. Van, oh, wat leuk. En ze super goed gedaan en bedankt. En het respect dat ook bij komt kijken natuurlijk. Ja, nou, dat vind ik sowieso heel raar eigenlijk. Al die dingen die erbij komen kijken. Mm. Maar goed, op het moment dat ik dus heel zenuwachtig was... kwam dat omdat ik bang was dat ik niet genoeg conditie had. Hmm. En toen zijn we een stukje gaan lopen en toen hebben we het daarover gehad van... heb ik wel voldoende conditie om deze match te doen? Of ben ik gewoon eigenlijk out of shape? Opeens was dat een issue. Ja, dat weet ik nog. Ook omdat ik geloof dat de laatste trainingssessie ook een beetje lastig ging toen... omdat je geblesseerd was. Dat was geloof ik met je rug. Ja. En je had het gevoel dat je geloof ik niet genoeg getraind had. Of niet goed genoeg getraind had. En toen zijn we inderdaad naar buiten gaan lopen. En toen heb je tegen mij gezegd. Dat is iets wat mij wel heel erg hielp. Is je trainingen waren zwaarder. Ja. Dan dit. En toen dacht ik. Zo, inderdaad. Ja. Want we hadden toen zo'n heftige training gehad. Mm. Waar we echt. Nou ja. Kapot gingen. Ja. Train until you die on the mat. Shout out to Alex. Ja, quote van onze coach. En ik was gewoon aan het janken aan het einde van die training. Ja. Zo zwaar vond ik het. En niet per se omdat die training nou zo zwaar was. Maar inderdaad, ik had ook met een blessure te maken. Het schoot helemaal in mijn rug. Terwijl ik uit een omoplata wilde rollen. Ja. Dat zat gewoon ook allemaal tegen. Ja. Maar inderdaad, het idee van zo, die training was zo heftig vorige week. Mm. Weet je, kom maar op. Ja. Maar, oké, dus er is een soort van duidelijk verschil tussen ons. Zo, ik ben heel snel, misschien relatief snel zenuwachtig. Ja. Jij bent dus relatief weinig zenuwachtig of een stuk minder. Mm-hmm. Opvallend minder dan andere, dan jouw collega's in MMA, zeg maar. Ja. Hang je daar een waardeoordeel aan van hoe goed of slecht is het in jouw ogen om zenuwachtig te zijn? Ik denk dat zenuwen, kijk, je hebt spanning / zenuwen op verschillende manieren, denk ik. En één daarvan is gewoon gezonde spanning dat je scherp houdt. Kijk, als jij helemaal slaperig, ontspannen, reggae muziekje rustig gaat lopen... Kijk, ik zeg niet dat je helemaal hype moet worden, maar als je zo rustig bent dat je gewoon zou kunnen slapen op de bank, dan ben je ook niet scherp. Dan, ja, je bent toch aan het vechten. Je bent toch een soort van
Je hebt een tegenstander en daar moet je doorheen gaan. Die moet je gewoon proberen te stoppen. Die moet je gewoon willen laten opgeven. Dat vereist scherpte en daar komt pijn en realiteit in. Want je bent daar alleen met iemand. Niemand gaat je redden. Ja. Dus je zit een soort van, misschien bewust, misschien onbewust, in een soort leven-dood situatie. Daar mag je niet chillen. Nee. Dus dat soort spanning dat je daaruit krijgt is heel goed. Maar ik denk als je te veel gaat nadenken over heb ik wel goed, heb ik wel dit, heb ik wel dat. Dan doe je jezelf tekort. Dan vind ik wel dat dat heel zonde is. En dat komt vaak bij meer beginnende competitors. Omdat die niet zo zeker zijn van hun zaak, van hun game, van hun manier van doen. En dat is zonde. En ik zou echt aanraden om dat zo min mogelijk te doen. Want uiteindelijk, als je bij de competitie bent en je komt daar terecht en je loopt op de mat, je loopt in de kooi, je loopt in de ring. Het gaat gebeuren, of je het nou wilt of niet. Dan kan je maar beter het beste van maken en zeggen wat ik heb gedaan. Is dan maar voor dit punt genoeg. En dan kun je altijd later nog werken. Ik kan dan ook weer precies zoiets zeggen waar ik dan weer heel zenuwachtig van word. Zo. Ja, zo je kan toch niet terug. Zo, het gaat toch gebeuren. Dus. Voor mij is dat heel ontspannen. Ik weet niet, voor mij werkt dat heel goed. Maar hoezo maakt dat voor jou het extra zenuwachtig? Nou, ik vind de keuzemogelijkheid. Want wat je net zei van ja, ik kan niet meer weglopen. Ja. Het eerste wat ik dan denk is, hoezo niet? Hmm. Tuurlijk kan je weglopen. Nee, je moet met het OV naar huis dan. En je moet de volgende dag... heb je waarschijnlijk een stevig gesprek met je coach. Ja. Maar dan denk ik, nou... Ik word toch wel erg nerveus van het idee dat ik ergens in vast zit. Dat ik ergens toch gedwongen word van je moet. En dat is grappig dat je dat zegt. Maar ik denk dat dat de verhouding is tussen werk en hobby. Ja. Want jij ziet het als een hobby, dus jij hoeft ook niks. Ik zie dit als mijn naam, mijn merk, mijn ontwikkeling als coach, vechter. Dat hangt er allemaal deels wel van af. Dus ik zie het als, ik moet daar sowieso zijn. Dus ik heb een datum gezet en de datum is aangebroken. Ik kan niet weg, ik moet eraan. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een deel daarmee te maken heeft. Wat zou nou de werkelijke consequentie zijn als jij een partij hebt, laten we zeggen, nog een amateurpartij, ja. En je zegt, toedeledoki, jongens, ik ga naar huis, ik heb geen zin meer in. Iets in jou zegt dan dat deze sport competitiegericht niet voor jou is. En daar is niks mis mee. Ja. Maar ik weet dat het wel wat voor me is. Ja. En dan zou het vreemd zijn als ik dat doe. Want dan lieg ik tegen mezelf. Dat is ook gewoon iets wat je ook gewoon echt niet wil. En ik heb daar vaak over nagedacht. Is dit wel wat voor mij? Heel veel mensen denken er heel vaak over na. Met tegenslagen. Ik heb 2 keer nu mijn knie afgescheurd. Moet ik dit nog wel voortzetten? Tot nu toe is altijd mijn conclusie geweest. Ik wil het graag genoeg. Of moet ik dit nog 5 keer doen? Ja, ik neem dit serieus op een ander vlak. Want het is ook een hobby voor me. Maar het is ook mijn baan. Ja. In heel veel aspecten. Dus ja, dat heeft zeker met je zenuwen te maken. Want ik ga ook goed op druk. Met vechten dan. Ik hou van druk op mezelf. En ik denk dat sommige mensen daar wat minder goed mee omgaan. En dan moet je die druk ook niet zetten op jezelf. Ja. Dus je moet jezelf ook wel een beetje kennen. Voordat je gaat vechten. Je moet ook een persoonlijke ontwikkeling doorgaan. En vaak bij heel veel mensen is dat mede door de competities. Dat ze een persoonlijke ontwikkeling krijgen. Dus heb je zelf een persoonlijke ontwikkeling door de competitie meegemaakt? Ja. Ja, eigenlijk door heel dit BJJ-traject heel erg. Ik ben nu 1 jaar bezig. Ja. En 1 jaar best wel redelijk intensief. Ja. Ik denk gemiddeld 4 keer in de week trainen. Ik denk onderhand wat meer, hoor. Ja, maar ja, over het hele jaar genomen. Ja. In het begin veel getraind. Even een lockdown, wat minder getraind. Hmm. Nu weer veel. Ja, dat zal het gemiddelde zijn. Ja, je gaat zo vaak door momenten heen dat je denkt... Vreselijk, wat ben ik aan het doen? Ik ben slecht. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb pijn. Ja. Nou ja...
daar weet je natuurlijk alles van. En in competitie had ik wel echt onderschat dat het mentaal zo heftig zou zijn. Ja. Oké, heftig. Ik voel me nu wel een beetje een aansteller. Maar het is dat ook. Het is ook een aardig wat van jou, wat je van jezelf vraagt. Vergeet niet, je leert een kant zien van jezelf die je nooit aan jezelf hebt laten zien. Ja, maar dat weet je dus niet van tevoren. Dus je denkt, je denkt eigenlijk niks. Je denkt, competitie, dat klinkt super eng. Ik wil niet, maar iemand heeft me ingeschreven, dus ik ga maar. Hmm. Kijk, zo ben ik dan ook wel weer. Het is dan niet dat ik dan denk van, ik schrijf mezelf weer uit. Ja. Jij had blijkbaar dus wel die push nodig. Ja, en ik heb ook altijd wel gezegd van, dat is wel iets wat ik in de toekomst eventueel zou willen doen. Kijk, dat het toen een maand of twee maanden later zou gaan gebeuren, dat wist ik dan niet. En daar was ik ook niet echt op voorbereid. Maar goed, het is niet iets wat ik niet wilde. Ja. Dus ik ben wel gewoon gegaan. Maar wel met het idee van, dit is een fysieke uitdaging. Ja. Dit is een technieke uitdaging. Ja. Nou, dat was misschien 30%. Ja. 70% is gewoon dat je daar staat en denkt, ik wil naar huis. Ja. En ik moet nog 3 matches. Ja, ik weet nog, ik weet nou niet meer of dat met je eerste of je tweede competitie was. Zeg maar van de eerste of tweede deel. Want we waren toen bij Crippling Industries op mijn hoofd. Ja. En ik zei, ja, ze moest nog 1 match. En er stond 1-1. Haar tegenstander had 1 gewonnen. Zij had de 1 gewonnen op submissie. En degene voor goud moest de laatste winnen. En ik zei tegen haar, het is alles of niets. En ja, later vertelde ze me dat ze in haar hoofd schreeuwde, niets! Ja, dat durf je dan niet te zeggen, want je zit me dan ook zo super strak aan te kijken. Ja. Want je bent ook wel een... Ja... Ook wel een... Een beetje directe... Heel directe coach. Ja. Heel cool. Ja. Heel serieus ook, van het gaat nou gebeuren. Nee, precies. Ja, dus ik durfde niet te zeggen van, ik durfde eigenlijk ook niet tegen jou in te gaan op dat moment. Hmm. Je bent ook wel heel, je hebt een soort overwicht, zeg maar. Ja. Maar in mijn hoofd dacht ik inderdaad wel van, ik wil gewoon naar huis. Ik wil gewoon helemaal die laatste match niet doen. Ik had er gewoon echt totaal geen zin in. Ja. Maar ja, daar leer je ook van, hè. Want kijk, als je zulke momenten hebt, dan leer je wel ook met jezelf omgaan op zulke momenten. Want je gaat een keer hebben, voor wie je luistert, die zal ooit hebben dat je in sparren of in competitie een blessure krijgt of hebt. Of dat je pijns krijgt. Dat je denkt, shit, moet ik nu opgeven? En soms is dat verstandig. Ik heb met mijn knie ook gewoon opgegeven bij mijn laatste partij. Omdat ik heb gezegd, weet je, dit is niet waard. Misschien is mijn knie nog heel. Bleek achteraf helaas niet zo te zijn. Maar ja, dan moet je moet een keuze kunnen maken. Is het waard om door te gaan of niet? En sommige dingen is het niet waard om te stoppen. En die afweging moet je ook voor jezelf leren maken. Want jij bijvoorbeeld ging mentaal door een hele grote struggle. Maar je hebt toch doorgezet en je hebt goud gepakt. Ja. Dus het was het waard. Dus nu weet je van jezelf, als jij je zo voelt, dat je gewoon door kan zetten. En dat maakt je wel mentaal een stuk sterker. Daarom raad ik ook competities voor iedereen aan. Weet je, je breidt jezelf mentaal uit. Fysiek, technisch ook hele grote vooruitgang. Want je hebt clips waar je terug kan kijken hoe je als je gefocust bent en je natuurlijke proces doorgaat. Van hey, wat doe je automatisch, wat doe je fout, wat doe je goed. Maar ook het mentale. Je leert je zo erg kennen van binnen. En je begrijpt andere mensen ook veel beter. Ja, dat kan ook met die zenuwen wel helpen. Nogmaals, heel veel mensen naarmate ze meer competitie draaien. En voor de een heeft dat meer tijd nodig dan de ander, tuurlijk. Maar ze leren wel minder zenuwachtig te worden. Dus ja, want heb je nu bij je komende, want je hebt 2 toernooien, die opkomst. Heb je wel al minder snel het gevoel over zenuwen? Of is dat nog niet aan het afnemen? Nee, het is nog wel een beetje... Ja, ik ben gewoon zenuwachtig. Op zich, nu we er zo over praten en dat je ook inderdaad benadrukt van dat het ook een soort vertrouwen is in jezelf. Ja. Voel ik wel van, oké, ja, dat helpt wel, daar word ik wel een soort rustiger van. Mm. Ook omdat ik weet dat ik gewoon wel echt mijn best ervoor doe. Mm. En je bent je er niet bewust van, maar iemand anders is natuurlijk ook gewoon heel zenuwachtig. Mm. Zeker als ik kijk naar mijn tegenstanders,
echt tegen jonge meiden gevochten. Gewoon meiden van 19. Dat ik denk, nou, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je 19 bent. En dan, weet je, ik ben 28. En ik vind het zo spannend. Ja. Dat ik me gewoon niet kan voorstellen van je bent 19 en je staat daar gewoon echt, nou ja, SO tegen me, naar mijn tegenstanders, dikke respect. Ja. Dat sowieso. Diezelfde verhouding had ik toevallig ook bij mijn eerste partij. Ik was uit mijn hoofd 17 en mijn tegenstander was ergens in de 20, begin 20 uit mijn hoofd. En die heeft lopen kotsen van de zenuwen en is achteraf naar mij toegekomen. Van, hé, ik voelde me niet lekker. door de zenuwen. En fair play, weet je. Ja, dat kan je ook hebben, die verhouding. Leeftijd is daar niet aan gebonden. Dus iedereen is nog steeds een mens, hè? Vergeet dat niet. Of je nou een MMA-partij gaat vechten tegen iemand die super gespierd is. Of tegen iemand die super groot is, super lang. Uiteindelijk, het mentale gedeelte, iedereen is een mens. En iedereen gaat een beetje door hetzelfde heen. Alleen iedereen doet er wat anders mee. Ja. En ik denk, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je daarmee om kan gaan. En om even terug te komen op die zenuwen. Want je bent natuurlijk, je bent vechter, je bent MMA-vechter. Hmm. Je hebt best wel wat BJ-competities gedaan. Hmm. Maar je hebt ook heel veel gecoacht. Ja, dat heeft ook zeker geholpen hoor. Ja, zeker. Maar in hoeverre ben je dan als coach zenuwachtig voor iemand? Oh ja, dat is een goede vraag. Vaak als coach ben ik meer zenuwachtig. Oké, moet ik dit specifiek zeggen? Voor mensen waar ik heel veel mee gewerkt heb. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Ramzi of Ikra. Die pets ik heel veel. Die help ik heel veel voor hun partijen. Ik zit standaard wel in hun hoek. Ja, dan ben ik wel zenuwachtig voor ze. Omdat ik het hun enorm gun. Ja. Dat betekent niet dat ik het anderen niet gun. Maar omdat ik juist zoveel met hun gewerkt heb, weet ik wat ze in hun arsenaal hebben. Ja. Dat ze zoveel kunnen doen en zo goed bezig zijn. En ja, dan hoop ik ook dat dat naar voren komt. Omdat ik ze het gewoon zo graag gun. Weet je, mensen waarmee je meer samenwerkt, die ken je beter. Daar heb je een betere band mee. Dat is gewoon anders. Dus in dat soort opzichten ben ik wel zenuwachtig. Maar ik weet ook weer dat ze het kunnen. En dat het erin zit. Dus ik ben ook wel op dat vlak deels gerust. Het wisselt een beetje. Ja. Dat is wel grappig dat je dat zegt van het coachen. Want ik merk wel, bijvoorbeeld het naar een ring of een kooi lopen. Door het coachen is dat ook vaak gebeurd. Dat ik meeloop naar een kooi of een ring. Dus dat gedeelte is een stuk normaler voor mij geworden. Waardoor ik ook minder zenuwachtig misschien ben geworden in dat soort vlakken. Mm. Dat ik al gewend ben aan allemaal licht op mijn kop. Dat ik al gewend ben om vaak naar de ring of de kooi te lopen. Dat het een beetje normaal voor mij is geworden. Dat denk ik dat het ook wel een groot effect heeft gehad. Ik zie nu echt voor me dat je dan echt zo super droog naar zo'n ring loopt. Van nou, dan staan we weer jongens. Dan gaan we weer. Kom, hup, ja, met je watertasje. Ja. Of wat je dan ook bij hebt. Ja. Ja. Nou ja, en naast alle dingen die we al genoemd hebben, qua tips en qua persoonlijke ervaringen. Ik denk ook dat een goede coach echt een hele grote factor heeft. Zo, zeker weten. En daar zullen we een andere keer meer in detail op gaan, over coaches in het algemeen. Ja. Maar ik denk dat je een coach moet hebben of moet vinden die minimaal wel jou probeert te leren kennen voor als jij competitie traint. Want iedereen is anders. Bijvoorbeeld mijn hoofdcoach Stefan, die gaat heel erg in op hoe is iemand, wat heeft diegene nodig. Ja. En daar heeft hij zijn eigen manier voor. Maar dat betekent wel dat hij iedereen op een andere manier behandelt en iedereen probeert klaar te stomen op hun manier. Mij laat hij lekker met rust. Hij weet, ik zit mezelf te hypen. Ik denk, oké, kom maar goed. Ja. Maar een ander heeft weer bijvoorbeeld mensen die wat meer zenuwachtig zijn. Of bijna moeten janken of wat dan ook. Die moeten even die wake-up call hebben bijvoorbeeld. Of die te rustig zijn. Die moeten ook even een wake-up call hebben. Of een koud water over hun nek of in hun gezicht of wat dan ook. Om echt wakker te schrikken. Ja. Dus ja, mensen, zorg dat je een goede coach of een vertrouwd iemand misschien zelfs hebt bij je. Dat je gerust bent, dat je niet alleen daar bent. Want ook al doe je het aan het einde wel alleen,
Mensen staan altijd wel mentaal bij je. En weet je, gewoon lol hebben. Vergeet ook geen lol te hebben. Het is uiteindelijk een sport. En ook al neem je het werk als werk serieus of als hobby serieus, het is en blijft een sport. Heb het gewoon naar je zin, dan presteer je ook veel beter. Ja. En ik neem aan dat het voor jou aan het begin ook lastig is geweest, plezier hebben. Maar ik weet wel, na de eerste competitie nog, dat we thuis kwamen en dat je zei van, ja, het was wel echt leuk. Ja. Snap je? Dus het is net een achtbaan die je voor het eerst ingaat en je bent bang voor die achtbaan. Als je eenmaal geweest bent, denk je, hé, ik wil nog een keer, weet je. Omdat je het naar je zin had. Dat nou ook weer niet, maar nee. Het is in ieder geval wel, ja, het achter de rug hebben is ook gewoon leuk. Want dan kan je terugkijken op wat je hebt gedaan en wat je zegt. Van daarin is het ook belangrijk dat je, ja, een goede coach hebt, maar ook een coach die jou ook support. En dat betekent ook dat als je geen goud pakt, maar je hebt het wel goed gedaan, dat iemand zegt van, nou, je hebt het echt zo goed gedaan. Ja. En dat zorgt er ook voor dat je de volgende keer minder zenuwachtig bent. Want ja, ik weet dat die volgende competitie die ik ga doen en die keer daarna, als ik mijn best doe, dan is het goed. Ja. En er is niemand die daar staat en zegt van, wat heb je nou geflikt? Je zou winnen, je hebt niet gewonnen. Ja, ja, nou, dan zou ik echt peentjes zweten om naar zo'n match te lopen, ja, als dat het geval was geweest. En winnen en verliezen is in sommige gevallen belangrijk. In sommige gevallen is dat gewoon belangrijk. En voor de een meer dan de ander. Maar ja, inderdaad wat je zegt, het moet niet zijn dat alles draait om winnen. Want uiteindelijk is je ook je ontwikkeling als BJJ, MMA, wat voor vechter dan ook. Als sport, mentaal. Het is ook een ontwikkeling die je doorgaat. En je moet gewoon inderdaad het beste uit jezelf halen. Dus ja, in conclusie, belangrijk. Goede coach die je goed stabiel support. Ja, lol hebben. Ja, zeker weten. Ja, weet je, denk goed na over wat we zeiden qua tips. Of het een beetje aanslaat op jullie. Hebben jullie persoonlijk nog vragen? Of jullie verhalen delen met ons? Of heb je nog heb je een competitie en ben je zenuwachtig en wil je erover praten? DM ons op LethalSportsNL op Instagram. Of comment down below als je het op YouTube aan het kijken bent, de podcast. Ja. Heb je gewoon iets zinnigs toe te voegen, dan alsjeblieft enlighten us. Alsjeblieft. Dan eventueel brengen we de volgende podcast nog even kort aan het begin mee. Ja, dat is leuk. Ja, ja, een beetje interactie. En bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Ciao. Oké, okay, als jij nou even wat minder gestrest doet. Nee, nee, maar ik heb nu is alles gefixt. Dat wordt lekker editen. Oké, okay, kom maar. Ga maar zitten. Competitie, spanning, hè? Stress. Ja? Oké. Okay. Niet tegen me praten, want ik weet niet of je het instellen. Nee. We zijn zo terug, mensen. Momentje. Ja, ik kan maar goed. Oké, okay, maar weet je wat we gaan zeggen? Ik weet wat we gaan zeggen. Je hebt zweet op je voorhoofd. Omdat het fucking benauwd is. Het is dan de deur. Echt, alles komt van AliExpress, hè? Dat kun je niet weten. Nee, dit gaat gewoon aan het uit.